waarvoor heeft hij voor Carice van Houten gekozen? Ja, dat is een hele merkwaardige reden. Iedereen zal wel denken dat ik heb gekozen om al die prachtige rollen die ze heeft gespeeld in de film. Zwart Boek, ik noem er nou maar één, de beroemde serie Game of Thrones. Het laatste spektakel wat ze aan heeft gewerkt. Maar ik vind nou juist zo ontzettend leuk aan Carice dat bijna iedereen vergeten is dat het een heel goed theateractrice was. En ik ben een theaterman en ik herinner me nog van haar bijvoorbeeld Masha in Tsjechovs Meeuw. En ik herinner me Hedda Gabler van Ibsen, Polly uit de Dreigroschenopera. En om die reden, dat vergeten stukje van Carice, dat vind ik zo leuk om weer opnieuw in het licht te brengen. En ik hoop eigenlijk dat ze weer terugkomt om af en toe eens een rol te spelen in het theater. Oké, dan heb ik nog even één vraag. Wat is het grote verschil tussen theater acteren en film acteren? Als je goed bent, moet er geen verschil zijn. Okay. Eigenlijk moet je als theaterspeler precies zo eenvoudig en net zo gewoon spelen als in de closedste close-up. Helaas kan dat niet altijd. Nee. Omdat je te maken hebt met een publiek die het goed verstaan moet. Ja. En dat drijft je tegenwoordig, wordt alles versterkt. Je hebt altijd microfoontjes, maar je kan niet mummelen en praten en heel zachtjes praten. Dus je moet altijd ietsje sterker zijn. En de goede middenweg daartussen te vinden, dat toch eenvoudig blijven, maar dat het publiek het goed verstaat, ja, dat is toch misschien aan de ene kant het verschil. Maar als je dat kan, dan kan je allebei. Ja. Oké, dank u wel.